Als er zo'n gammaflits afgaat, dan gaat er een satelliet naar de grond en ik krijg een sms'je. Dus ik krijg een sms'je wanneer er een nieuw zwart gat geboren wordt in het heelal. Zo blijf je bij de tijd, dat is nog eens wat anders dan Twitter. Hoe kun je vanaf de aarde zwarte gaten herkennen? De Universiteit van Nederland presenteert sterrenkundige professor Dr. Ralf Weijers. In onze Melkweg zijn er ongeveer 100 miljard sterren. De meeste zoals is onze zon, sommige wat zwaarder, sommige wat lichter. En als zulke sterren doodgaan, kunnen er zwarte gaten ontstaan. Inmiddels zijn er zoveel sterren doodgegaan in onze Melkweg dat er wel 100 miljoen zwarte gaten rondzwerven tussen de sterren door. Dat kan ik wel allemaal zeggen, maar hoe weet ik dat nou? Want de definitie van een zwart gat is dat er geen licht aan kan ontsnappen, dus ik kan ze niet zien. Hoe zie je nou een zwart gat? Want sterrenkunde is nog altijd een natuurwetenschap. Als je het niet kunt meten, als je het niet kunt zien, dan is het niet waar. Dus hoe kom ik erachter of er ergens een zwart gat is? En het goede antwoord is, dan moet je zoeken naar de helderste lichtbronnen in de Melkweg. Dat zijn zwarte gaten. Nou, daar heeft u weer veel aan. Ik heb wat uit te leggen. Laten we nog eens even kijken naar de sterrenhemel. Dit is de sterrenhemel zoals u haar gewend bent. Dit is een plaatje van de hele sterrenhemel. Dat is natuurlijk een bol waar we in wonen. En die is uitgesmeerd over een ovaal op dezelfde manier zoals je wel eens een wereldkaart ziet uitgesmeerd over een ovaal. En het is precies zo gedaan dat de Melkweg midden door het plaatje heen loopt en de kijkrichting naar het midden van de Melkweg is precies in het midden van het plaatje. Dus het centrum van de Melkweg zit hier ergens, maar dan 25.000 lichtjaar van ons vandaan. Wel nu, die hemel die je zo ziet is eigenlijk altijd hetzelfde. De sterrenhemel verandert niet zoveel. Dat is lang niet in alle soorten licht zo. Er zijn veel andere soorten licht dan zichtbaar licht. Je hebt ook radiostraling en röntgenstraling. Laten we nou eens even kijken naar dit filmpje. Dit filmpje is gemaakt door één plaatje van de hemel per dag te maken in röntgenstraling. Het is door een Amerikaanse satelliet gemaakt van de NASA. U ziet hier de datum lopen, dus het was in 2002... U ziet de zon aan de hemel bewegen, die is erin getekend. Maar alle andere puntjes zijn echte bronnen van röntgenstraling aan de hemel. En wat hier het meeste opvalt, is dat de röntgenhemel er elke dag anders uitziet. Je ziet bronnen uitgaan en aangaan, zelfs de bronnen die er altijd zijn, zoals deze hele heldere in het sterrenbeeld de schorpioen, die staat een beetje te knipperen en dat is nog een van de meest stabiele. Soms zie je plotseling bronnen erbij komen, andere weer weggaan, het lijkt wel een Amerikaanse kerstboom. Nou, dat is veel meer typisch van de röntgenhemel en het zijn die bronnen waar je ook zwarte gaten in vindt. En hoe kan dat nou? Nou, dat moet ik even uitleggen en dat kan ik met behulp van het volgende plaatje doen. Wat u hier ziet is niet een echt plaatje, maar zoals dat heet een artist's impression, een tekening van hoe we denken dat het eruit moet zien, van een zwart gat. Wat gebeurt er? Zwarte gaten ontstaan wanneer zware sterren doodgaan uit de kern van die zware ster. Maar sterren worden vaak in groepjes geboren. Twee sterren bij elkaar, dat noemen we een dubbelster, die draaien om elkaar heen. Als nou één van die sterren aan het eind van haar leven een zwart gat wordt, is die andere ster er nog. Nou, als je kijkt wat er met de zon gebeurt wanneer die wat langer leeft, die wordt groter. Als die ster die er nog is nou later in haar leven groter wordt, dan komt een deel van die ster zo dicht bij het zwarte gat dat ze erin gezogen wordt. Dus wat je dan krijgt is niet een zwart gat alleen, dat je inderdaad niet kunt zien, maar een zwart gat met een buurvrouw die leeggezogen wordt. En dat gas dat langzaam naar dat zwarte gat toestroomt, voelt de hele sterke zwaartekracht van dat zwarte gat en wordt dus met een steeds grotere snelheid valt het naar dat zwart gat toe. Nou, daar valt het op ander gas dat al naar binnen aan het vallen is. En gasstromen die heel hard met elkaar botsen, die worden ook weer ontzettend heet.
Al die energie van die vallende beweging wordt omgezet in hitte van het gas. Dat gas wordt zo heet als het binnenste van de zon, wel 10 miljoen graden. En als gas 10 miljoen graden warm wordt, dan zendt het röntgenstraling uit. En dat is die röntgenstraling die we net zagen in die bronnen. En omdat zo'n zwart gat vaak een beetje slordig eet, het wordt niet heel erg regelmatig van die ster afgezogen en het loopt niet heel erg regelmatig door die schijf heen, krijg je dat die hoeveelheid röntgenstraling ook de hele tijd een beetje varieert en daarom zie je die bronnen de hele tijd knipperen. Dus dat is er aan de hand. Aan dat snelle knipperen kun je zien dat het een heel klein ding moet zijn en aan de enorme hoeveelheid energie die vrijkomt, zie je dat de zwaartekracht daar zo sterk moet zijn dat het een zwart gat is. Je ziet nog één ander bijzonder ding. Dat andere bijzondere ding wat je ziet, is dat niet alle massa die er naartoe valt, kan door dat kleine gaatje in het midden, kan erin vallen. Wat er gebeurt bij die enorme hoeveelheid energie die vrijkomt, die zorgt ervoor dat een deel van het gas ook weer weggeblazen wordt. En dat weggeblazen gas, dat zie je aan de bovenkant, aan de onderkant, in een hele snelle straalstroom weggaan. Er zit zoveel energie in dat gas, dat het bijna met de lichtsnelheid beweegt. En zo'n hele snelle stroom materie, dat noemen we een jet. Ik heb er geen mooi Nederlands woord voor. Soms worden we al gezegd straalstroom. Maar het is een jet. En zo'n jet is ook heel kenmerkend voor een zwart gat dat gevoerd wordt. Dus dat is het antwoord. Die 100 miljoen zwarte gaten in onze Melkweg, waarvan de meeste niet gevoerd worden, die kun je niet zien. Maar als een zwart gat gevoerd wordt, dan wordt het voedsel vlak voordat het erin valt heel heet. En dan straalt het licht uit en dat kun je zien. En dat is zoveel licht dat je het niet alleen kunt zien, maar dat het zelfs de helderste bronnen aan de hemel zijn. Nou zijn de zwarte gaten die je kunt maken uit het sterven van een ster niet de enige soorten zwarte gaten die er bestaan. Je hebt nog veel extremere zwarte gaten. Als we eens kijken naar het volgende plaatje. Wat je daar ziet is een plaatje in radiostraling gemaakt dit keer. Van een heel verre melkwegstelsel dat een zogenaamde quasar is. Het is een melkwegstelsel met een heel zwaar zwart gat in het midden en dat zwarte gat wordt nu gevoerd. En als het zwarte gat gevoerd wordt, dan geeft het weer heel veel licht, dat is het puntje dat je in het midden zit, en straalt het ook weer die jets van materie uit. En die jets van materie, die ziet u hier gaan, die botsen dan een heel eind verder op ander gas dat er al is tussen de melkwegstelsels, en dan krijg je die grote ballen gloeiend gas. Dit hele ding is ontzettend groot, het is wel een miljoen lichtjaar van de ene kant naar de andere kant van dit plaatje. En dat enorme monster dat er in het midden staat, die quasar, dat is een zwart gat van wel een miljard zonnemassa's. Dus 1 miljard maal de massa van de zon zit er in 1 zwart gat in het midden van dat melkwegstelsel. En dat blijkt best wel typisch te zijn. Heel veel melkwegstelsels hebben zo'n zwart gat, het onze ook. Als je kijkt naar het centrum van onze Melkweg, dan zie je daar een aantal sterren staan. Die sterren zijn die puntjes hier. En als je goed kijkt, zie je die sterren bewegen. Die sterren trekken een baantje. En die sterren trekken een baantje om iets dat je niet kunt zien. Nou, die baantjes die kunnen we heel precies in kaart brengen. En op dezelfde manier zoals we aan de hand van de baan van de aarde om de zon kunnen meten hoe zwaar de zon is, kunnen we aan de hand van die baantjes van de sterren om het midden van onze Melkweg meten hoe groot dat zwarte gat in het midden van het Melkweg, want dat is het, een ding dat zo zwaar is en geen licht geeft, dat moet een zwart gat zijn. 4 miljoen maal de massa van de zon. Dus op de schaal van zo'n quasar die 1 miljard maal de massa van de zon was, valt het nog wel mee, maar toch. 1 zwart gat van 4 miljoen maal de massa van de zon zit er daar in het binnenste van de Melkweg. Dat is nog steeds niet het meest extreme wat je met een zwart gat kunt uithalen. En dan komen we bij datgene wat mij dagelijks achter de werktafel fascineert, de grootste explosies in het heelal. De grootste explosies in het heelal gebeuren wanneer er een zwart gat geboren wordt uit een ster. Hier ziet u een plaatje dat gemaakt is door een Amerikaanse satelliet.
En dit is ook een goed voorbeeld van een leuke ontdekking in de natuurwetenschap. Vaak komen de leukste ontdekkingen toevallig. Deze gammaflitsen, zoals ze heten, een flits van gammastraling die wordt gemaakt bij de geboorte van een zwart gat, die zijn voor het eerst ontdekt door het leger. In de 60er jaren in de Koude Oorlog wilden de Amerikanen en de Russen van elkaar controleren of ze zich wel hielden aan een verdrag dat zei dat je geen kernwapens meer mocht laten ontploffen in de atmosfeer. Nou, dat is heel moeilijk te meten, maar een van de dingen die je kunt doen is een ontploffend kernwapen maakt een flits van gammastraling. Dus die satellieten waren als het ware bewakingscamera's, die zaten te kijken of de Sovjets en de Amerikanen, die elkaar natuurlijk niet vertrouwden, zich wel aan de regels hielden. En lo en behold, die dingen vonden flitsen met gammastraling. Gelukkig heeft er net niemand op de rode knop gedrukt, want die flitsen met gammastraling die duurde te lang om van een atoomwapen te zijn. En na enig puzzelen bleek dat deze flitsen van gammastraling komen uit het heelal. Toen heeft het heel lang geduurd, wel 30 jaar, van midden 60er jaren tot midden 90er jaren, voordat we er een beetje achter begonnen te komen waar zo'n gammaflits nou eigenlijk vandaan komt. En het aardige daarvan is dat dat een in Nederland gedane ontdekking is. Wat er gebeurde is, een hele goede ruimtecamera gemaakt door het Laboratorium voor Ruimteonderzoek Nederland in Utrecht, had een camera gemaakt voor een Italiaans-Nederlandse satelliet. En die camera die kon röntgenstraling waarnemen van die gammaflitsen en dan ook tegelijk heel precies zeggen waar die gammaflits stond. Dat is voor het eerst gebeurd in 1997. En toen is men meteen gaan kijken op die plek, wat is daar eigenlijk? En wat we toen ontdekten, en dat heeft maar een paar maanden geduurd, na 30 jaar raadsel, één goede meting hadden we het. Het zijn ontploffende sterren in hele verre melkwegstelsels. Zo'n gammaflits is zo helder dat zelfs in zo'n zwak melkwegstelsel van 13 miljard lichtjaar afstand, dat helemaal aan de grenzen van het heelal ligt, kun je nog zo'n gammaflits zien. Dus wij zien ongeveer 1000 gammaflitsen per jaar en dat zijn alle nieuwe zwarte gaten die worden geboren in het hele heelal. Tegenwoordig is het systeem zo leuk geautomatiseerd, als er zo'n gammaflits afgaat, dan gaat er een satelliet naar de grond en ik krijg een sms'je. Dus ik krijg een sms'je wanneer er een nieuw zwart gat geboren wordt in het heelal. Zo blijf je bij de tijd, dat is nog eens wat anders dan Twitter. Maar goed, hoe werkt dat nou? Nou, hoe het werkt is, kunnen we zien op het volgende plaatje. Wat u hier ziet is een ontploffende ster waar zo'n jet uitkomt. Er komt een jet uit en even later ontploft de hele ster. Wat is er nou gebeurd? Die ster is aan het einde van haar leven gekomen. In het midden is de brandstof op. En de hele kern stort in elkaar. En stort zo ver in elkaar dat het een zwart gat wordt. Dat zwarte gat, daar hangt de rest van de ster nog omheen. Dus dat zwarte gat wordt meteen gevoerd. Dus dat maakt weer zo'n enorme jet. Die enorme jet zit zoveel energie in dat die gewoon door de ster heen boort en eruit komt. En die jet maakt gammastraling. En die gammastraling die gaat precies in die richting. Dus wat ik net zei was niet helemaal waar. Ik krijg een sms'je wanneer er een zwart gat wordt geboren in het heelal. En wanneer die jet dan ook nog recht op ons afwijst. Nou, je kunt ongeveer uitrekenen hoe vaak dat gebeurt. Dat gebeurt ongeveer 1 in de 100 gevallen. Dus voor iedere 100 zwarte gaten die geboren worden in het heelal, krijg ik 1 sms'je. Het is toch heel wat. En wat je dan ziet, ook trouwens, is ook wel aardig. Je ziet dus dat het even duurt voordat de ster ontploft. Dat komt omdat die ster heel groot is. Dus als het binnenste in elkaar zakt, dan merkt de buitenkant daar in eerste instantie niets van. Pas als die ontploffing op gang komt en door de hele ster heen dringt, dan klapt op het laatst die hele ster uit elkaar. Dus als je kijkt op de plaats van zo'n gammaflits, dan vind je een ontploffende ster. Dus zo worden zwarte gaten geboren met een enorme flits gammastraling. Ik hoop dat ik u een beetje heb kunnen laten delen in de fascinatie van de sterrenkunde. U ziet dat het heelal heel erg wonderlijk is, heel erg groot. Maar het heelal is niet onmetelijk groot. Je kunt het de maat nemen.
Het is wel wonderlijk, maar niet onbegrijpelijk. Je kunt het bevatten. En zo je wil, het heelal is zelfs zo klein dat het in je hoofd past. Dank u voor de aandacht.